Welkom op de zomeraflevering van Buurttuinen Ontdekkerplein. Nou, zoals je ziet ben ik spullen genomen. En het is de bedoeling toch vanaf vandaag gewoon planten. En ik ben later als normaal, omdat ik de spullen ben genomen. Ik had gedacht dat iedereen hij op die zou zien. Maar ik vind het helemaal akelig rustig. Ik snap niet. Ik ga eens kijken of er iemand is. So nice, so nice. I got you. Er is toch werkelijk niks gebeurd. Goedemorgen, Marco. Ja, maar jongen. Er is toch werkelijk nog niks gedaan, hè? Ik ga even aan denken wat we in de tussentijd allemaal gedaan hebben. Hè. Even terug aan denken. Weet je hoe de rest is? Nee. Ik ga wel zoeken. Ja, jongens. Wakker worden. Tiet hem gaan gewoon te doen. Ja, maar dat sleur. Ik heb nu nog wat in niks gedaan. Is dat ongelooflijk, hè. Hier zeker eens allemaal voorstellen. Nou, Marco, bekend van zijn twee linkerhand. Ik vind ze wie niet weet, maar altijd zijn best. Altijd praat. Is een ooitworm. En? Je krijgt alles klaar met hoort. Geweldige vent, super. Leuk dat ze er best zijn. Is een drekworm. Etienne? Die is gek op drek. Het liefste zou het nog wel weten. Hé, Etienne? Ja. Lekker jong. En dan hebben we dus Pieter. Wist ik, Leo? Ben je van vroeg tot laat in de tuin? Gaat je huwelijk aan puin, maar je armen worden lekker bruin. De mannen van de buurttuin. Nou, we beginnen het eerste met de magrietjes. Die komen dus in de bakken. Oké. Pieter, dan dicht maar. En het begon ze met die gaan dus dadelijk de bakken in. Zet ze dan maar even neer. Ik heb dus buxusplantjes meegenomen. Die gaan we dus planten. Krulandivie. Zo. Ik hoop dat Marco de krultang heeft meegenomen ervoor. Lekker man. Verschillende pompoenplanten. Aha. Zijn allemaal eetbare planten. Die gaan we dus achter in de hoek gaan we die dus planten. Nu leek het nog bijna op drie niks. Maar dat gaan we in de bak gaan we die planten. Oostenrijkers, geraniums. Geweldige bloeiers. En dan voor in de bakken heb ik nog meegenomen gestande geraniums. Lienolie heb ik dus gehaald. Gekookte lienolie voor de bank te verven. Nou, dat is werk voor Hein. Voor is een ooitworm. Was dat op te wachten, Hein? Ja. Ja, super jong. En dan heb ik alvast een paar ummers peerdemis. Als je het goed hebt, geeft Pieter met Marco. Die gaan dus weer dus aan de vijver. Tenminste, als Marco uitgedruimd is. Hein die geeft dus weer dus met het hout. En weer gaan we dus tweeën dus even gaan ontfermen over de planten. Is dat niet idee, jongens? Dat lijkt me een perfect plan. Zullen we dan ja, ja, heb je het een beetje metgekregen, Marco? Ja. Oké, nou. Als het niet is, dan moet ze aan zich maar een keer zomaar vragen. Wees jij, Marco, wie een kuil graaft met zijn tanden, die krijgt geen vieze handen. Ja, ook. De vorige week hebben we al het Oostenrijkers gezet in deze bak. Een Oostenrijker is een geranium die natuurlijk maar één jaar is. Maar die bloeit echt tot het einde van de zomer. Zelfs een paar graden vorst kunnen nog hebben. Maar
het is wel een van de sterkste geraniums wat we zien. Bloeit heel erg rijkelijk. Een geweldige plant. Wat denk je ervan? De vever. Ja, dit wordt deel 1 van de vever. En dan, ja, kijk, we niet dat tweede, er komt nog een tweede deel bovenaan. Of gaat hoger te liggen dan deze. En verbonden met het oude dakpannen. Zodat ze een natuurlijk verloop krijgt van regenwater en alles. En we hopen dat er gaat leven in de brouwerij. En hoe denk ze aan als ze is leven? Nou, ik heb salamandertjes, kikkertjes. Dingen die door de vogel toch metgebracht worden, wat tussen de putjes blijft hangen. De eikens met name. Dus okay. Dingen die ze automatisch is gekregen. Ja. Maar ik vind het wel een goed idee van die jongen om een zesvar te maken. Een zesvar? In een zesvar, ja. Dat is een maat groter als een vijver. Oké. Okay. In het midden gaan we dus zetten in een margrietenpleintje. En dan gewoon voor deze dus altijd heel belangrijk om dus even de grond goed aan te duwen. En dan gaat Etienne, die gaat dan de staande geraniums, die hij dus rondom hem zetten. Dus we krijgen straks dus een hele schone rand van heel rijkelijk bloeiende oosterrijkers. We hoeven wel altijd om te letten bij het planten van een oosterrijker. Dus tot die altijd naar de ene kant hangen, tot voor hem dan ook naar de kant laten hangen, dus boeren dus moet komen. Boeren naartoe wil gewoon groeien. Dat moeten we even gewoon in de gaten houden. Stondig ruimte is eigenlijk minder belangrijk, maar die zetten wij dus leuk rond de lun. Jen, dat je ziet doen, jongen. Kom, aan de gang. Ook heel erg belangrijk is, even dus planten gewoon zetten, of als ze door de stoom. Als er dus geen bleetjes tussenin zitten, toffen die groen allemaal even eruit plukken. Dat geldt ook voor de oosterrijkers. Als je ze dat uitplukken, dan gaat hij veel rijkelijker bloeien. Echt een fantastische plant is dat. Nou, wat hij dus deed, dat is Facilia. Dit is een plant met een heel hoog gehalte van nectar. Daar zien de bijen natuurlijk hartstikke gek op. En er staat nu het vuil wind, maar straks is dat ene zwerm met bijen. Die vinden dat heerlijk. Nou, en bijen is voor ons allemaal toch heel erg belangrijk. We hebben het juist gehad over tot geraniums niet winterhel zien. Maar er zien ze ook die wel winterhel zien. Nou, kijk eens hij zo. Ieder jaar komt terug. Dan gaat ieder jaar steeds rijkelijker bloeien. Geweldige plant. Dit is Linda. Zij is ochtends een bewoner van boven de winkels. Zij heeft dus zelf het pleintjes gezaaid. En een paar dingen weten we niet precies wat het is, maar dat maakt niks uit. Vroeger wilde ik goed neerzetten en we kijken wat er dus wat er uit gaat komen. Dit is eigenlijk wel heel duidelijk slaai. Zien. Nou, ik ben het er niet helemaal mee eens. Het smaakt totaal niet naar spinazie. Ik geef er voordeel van de twijfel. Wat staat hij onder andere nog meer in de kas? Dat staat dus achterdoor veldslooi. Die hebben we dus een aantal weken geleden hebben die dus gezaaid. Die is nu dus tot er gegeten kan worden. Dus nou, straks zal er best gaan zien die zich het veldslooi gewoon metnemen. Erten, die hebben nu eigenlijk een lengte gekregen tot ze dus opgebonden moeten worden. Ja, en daar natuurlijk de eerbeizen. Dat wordt er straks smullen. Nou, wat hij staat, is heel erg leuk. Dat is de stevia. Stevia is dus een alternatief voor suiker. Heel lang tegengehouden door verschillende bedrijven.
zit een heerlijke zoete smaak aan. Wat zou je eens proeven? Ja? Ja? Nou, pak je gans een beetje. Ik vind het heerlijk. Ja, zonder. Mmm, lekker hè? Dit is Annelieke. Ze is een van de boeren dat staan boboven de winkels op het Ottikkerplein. Die gooit zich het vragen aan Annelieke. Ja, hoe kunnen we deze planten? Het zijn dus lelietjes van de lelietjes der dalen. Het is een plant wat eigenlijk hier een beetje schaduw wilt hebben. Nou, het is heel erg leuk om die dus daar langs het haakje gewoon te planten, dus achter de vijver. Zo ze lekker een beetje op een beschut plekje. Niet direct in de felle zon. Nou, daar geeft zich die fijn planten. Nou, dit is dus de plek waar dus de pompoenplanten dus gaan komen. En Hami is ook een bewoner van boven de winkels. Nou, en wij gaan dat samen doen, Hami. Ja, tuurlijk. En de kist is trouwens ook lekker genieten van de eetbare pompoenen. Maar, dit is namelijk, dit is een grote berg met kastanjeblaaien. Die is heel sterk aan het composteren. Daarom gooien we daar dus het peerdemes doorheen. Waardoor het composteren dus een beetje sneller gaat. En de pompoenplanten dus voldoende voeding hebben om ze straks te kunnen ontwikkelen en voor straks dus vrucht kunnen te dragen. Maar, die moet er dan eerst allemaal uit. Ja. Is dat het weer? Is dat het? Ik ben net tegen de maand. Is dat de werkochtend? Ja. Voorbij, even zo'n pauze. Pauze. Vandaag nog eens gewoon voor de deur. Ja, dat is het. Ik voel me goed. Ik voel me goed. Ik voel me goed. Lekker? Ja, klopt. Wow! Ik voel goed. Almea. Met trots laat ik jullie zien onze nieuwe groentetuin. Hij verbouwen voor de groenten die zoals bekend gebruik kunnen worden door de ganse buurt. Voor waarbij verschillende dingen staan. Links wat uien en twee rijen radijsjes. Broccoli. Verschillende soorten sla. En hier in het hoekje de welbekende prei. En net over deze laatste, deze prei, daar wou ik het nu even over hebben. De prei, ik heb er altijd een bij me, voor noodgevallen. De prei, ja, daar wordt toch wel van gedacht dat het een oer-Hollandse groente is. En laat dat nu net niet zo zien. Deze prei die komt namelijk oorspronkelijk uit Mesopotamië. Dat is een gebied wat tussen de Tigris en de Eufraat ligt. Eigenlijk in het gebied wat tegenwoordig Irak is. Daar is bekend dat er al in 2100 voor Christus wordt er door een Sumerische koning wordt er prei verbouwd. Die prei die is uit het zuiden van Irak. Is die via de Egyptenaren ten tijde van de piramides en via de Grieken is die in het Romeinse Rijk terechtgekomen. De welbekende keizer Nero zo gek wordt op die prei tot ze hem wel de porro fagus noemde, wat weer de preivreter betekent. En wat ik nu zo leuk vind aan dat verhaal is dat nu 2000 jaar later de porro, zoals de Romeinen hem noemden, dat die naam weer terug te vinden is in onze Maastrichtse naam, de poor. Thank you.
Nou, ik wil nog de weerspreuk meegeven. En dat is, wie in juni nog aan sneeuw heeft gedacht, doet diezelfde nacht geen oog meer dicht. Nou, dan wil ik nog één ding, nog één tip wil ik nog metgeven. Heel erg belangrijk, met een hogere temperatuur en met en vuil wind drukken de planten extra sterren goed. Dus nou, ik zou zeggen dus, geef dan de planten veel meer water en en ik hoop dat je een vuile, droegere zomer krijgt. En zie deze zomer. Dank je wel. En tot de volgende keer. Dag maar, jongens.